De openbare school te Alkmaar in Komowijnen heeft een schilderbeurt gekregen. De initiatiefnemers hiertoe zijn toppers van de NDP Komowijnen en lokale ondernemers. Vandaag is de school met een nieuwe facelift opgeleverd. Met dien verstande dat ook de toilettengroep als de zinkplaten worden gerehabiliteerd. Onderwijsinspecteur van Komowijnen, Anand Hanuman, die vanaf het begin betrokken is bij het project, is bijzonder blij met de opknapbeurt. Hij vindt dat de scholieren van Komowijnen het verdienen om in het goed milieu onderwijs te volgen. Vooral vanwege hun prestaties. Helemaal blij, verheugd. En het bewijs staat hier. Je ziet wat het is geworden. Wij weten wat het was en we zien nu wat het is geworden. Er zijn nog meerdere scholen die een verzoek hebben ingediend voor een opknapbeurt. Dat hebben we ook net begrepen van een van de ondernemers. Dat er 3-4 scholen die ook in beweging komen en ook hun verzoek hebben ingediend. Ja. Als we zien, resultaat eind van het jaar landelijk gemiddelde, waar Komowijnen heeft gepresteerd en heeft bewezen dat die op de tweede plek is gekomen, dat zegt het al alles. Komowijnen doet het goed, maar natuurlijk gaan we voor het betere en voor het beste. En ons streven is ook om ook weer, omdat we ook een keertje reeds op de eerste plek waren, en we willen die plek weer bemachtigen. Hoe zit het trouwens met de rest van de schoolgebouwen in Komowijnen? Redelijk, ja. Het is niet daar waar we willen zijn, dat wat we willen hebben, maar het is redelijk tot goed. Een van de ondernemers die direct betrokken is bij de schilderbeurt is Shafiq Jahangir. Hij besloot OS Alkmaar bij te staan nadat hij hoorde dat deze school voor het afgelopen schooljaar 3 beste leerlingen heeft afgeleverd. Ik ben amper hier 8 jaar op Alkmaar, maar 3 go-glowers. Het heeft me hard geraakt. Ik zeg nee. We moeten wat doen voor de school. Dus zo heb ik dan de schoolhoofd contact in deze. Ik zeg van hey, het heeft me goed gedaan dat ik vandaag hier aanwezig ben. En wat zegt u als ik de school een facelift kan geven? Toen zei hij tegen mij van shoot. En is u de resultaat vandaag hier? En schilderbeurt. En schilderbeurt, ja. Ik hoor dat er nog meer komt. Wat zal er nog meer gebeuren? Oké, er ligt in het verschiet dat we het dak, want het dak die lekt, die krijgt een reparatie waar nodig vervanging. De toilettengroep die wordt aangepakt, want de toiletpotten die zien er niet goed uit. Dat zijn echt van die jaren 80, 85 daar in de buurt denk ik. Echt van die kleine potjes. Er komt daarnaast ook een grote muurschildering met een thema daarop. Dat heb ik dan samen met het schoolhoofd in elkaar kunnen krijgen. Aldus ondernemer Shafiq Jahangir, die bijgedragen heeft om de openbare school te Alkmaar in het district Komowijnen een schilderbeurt te geven. De komende tijd zullen ook andere scholen in het district een facelift krijgen. Aldus de initiatiefnemers.